Wat fijn dat u er bent. Fysiek of digitaal, welkom. En Helder heeft te lang moeten wachten, maar sinds doorgehaald is er weer een burgemeester. Het is Jan de Boer, hij komt uit Buren en woont inmiddels al in Den Helder. Donderdagavond 4 maart werd hij geïnstalleerd in de stadshal van de campagne. Meneer de Boer, gefeliciteerd, nieuwe burgemeester van Den Helder. Dank u wel. Een avond vol mooie, mooie avond. Woorden en toespraken. Hoe voelt u zich nu? Ja, ik voel me thuis. Ook al woon ik hier nog niet zo lang, maar ik voel me hier thuis. Ook het gebied waar ik binnen ben gekomen en nu in deze mooie stad. En de warme woorden die zijn uitgesproken. Het is een mooi begin, mooie start. Heel veel zin in. Een wandelaar. Een wandelaar met voetbal in de benen en de benen in de kop. Verlaat het gras van Buren, waar het met groene niet beter, maar anders is. Dames en heren, tot slot. Ik hoop dat Jan de Boer en zijn gezin en Den Helder samen een succesvolle en plezierige tijd tegemoet gaan. Ik feliciteer beide partijen met hun keuze voor elkaar en ik wens jullie ontzettend veel succes. U geeft aan, u wil graag een zichtbare burgemeester zijn. Hoe gaan we dat merken? Nou ja, ik sta hier nu voor de camera, dus ben je sowieso zichtbaar, hoop ik. naar de mensen toe. En dat gaat straks weer wat makkelijker. Maar naar de mensen toe, mensen mogen naar mij toe komen. En ook als college en raad wil ik zoveel mogelijk als kan naar buiten treden, met elkaar. Hè. Het is niet alleen de burgemeester, we doen het met elkaar. Vanuit het stadhuis. Ik weet eigenlijk dat het niet lang gaat duren. En jullie krijgen datzelfde gevoel bij het zien van die eerste lichtflits. Het zien van onze lange Jaap. De gedachte, we zijn thuis. Burgemeester De Boer, welkom in Den Helder. Een schone en mooie natuur. De mogelijkheid om als kind meer te kunnen sporten. En het nieuwe vak mediteren te introduceren op de scholen. Door meer sporten en meditatie krijgen kinderen meer ruimte om hun talent optimaal te benutten. Mijn motto is dan ook, met Lotte meer sporten. Ik hoop dat we goed samen kunnen werken en dat we veel kunnen bereiken. Vergeet niet, nieuwe diepers zijn nuchtere, aardige en hardwerkende mensen. Bedankt voor uw aandacht. En u heeft er ook nog een klein hulpje bij, de kinderburgemeester. Die kwam vandaag al meteen met een behoorlijke wensenlijst. Ja, maar u enige idee of u iets kunt voor de kunt betekenen? Nou, ik vond het wel zo mooi. We zitten een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en de raadsleden hebben goed geluisterd. Dus, en dat is mooi in politiek. De politiek gaat over de politiek. Maar ik ben met de kinderburgemeester regelmatig op stap. Dus ik zal er wel proberen warm te houden en aansporen om... af en toe moet je ook een beetje de luis in de pels zijn. Hè? Je moet kritisch zijn. De jeugd moet ook durven vragen. Dus ik ben wel blij met haar oproep. Jan, gefeliciteerd collega. Collega burgemeester van de mooie stad Den Helder, gemeente Den Helder. Wat een eer dat ik jou namens de regio Kop van Noord-Holland welkom mag heten. Zoals je weet is Den Helder één van de vier in de Kop van Noord-Holland. Onze burgemeesterskring is heel klein. Misschien wel de kleinste van heel Nederland, dat weet ik niet. Maar we zijn wel sterk. En als laatste wil ik u, mede namens alle inwoners van Den Helder, Juliaandorp en Huisduinen, een prachtige tijd toewensen. We zien uit naar een prettige en intensieve samenwerking. Heel veel succes met de mooiste baan van Nederland. En ik wil u zo dadelijk de mooiste ambtsketen van Nederland overhandigen. Maar dat kan ik niet zelf. En ik wilde u daarbij vragen of ik de hulp van uw vrouw daarbij kan gebruiken. Mijn motivatie zit hem in het geheel van de stad en Ommelanden met haar unieke, ruime ligging, omringd door water, de stelling en veel natuur. Ten tweede de inwoners, die ondertussen het besef hebben dat de stad een metamorfose ondergaat en dat ze onderdeel uitmaken van een winning team. Het helders perspectief van krimp naar groei. Waar begint u morgen mee als nieuwe burgemeester van Den Helder? Een algemeen bestuursvergadering van de veiligheidsregio. Okay. Ja, het is vergaderen, dat is ook een groot deel van ons vak. Ja. Nou, heel veel plezier in Den Helder. Hartelijk dank.